Hoi, ik ben Wemke en vandaag ga ik je begeleiden in een workshop schilderen met bijenwas, ook wel encaustic art genoemd. Het is een magisch iets in encaustic art en dat wil ik heel graag met jou delen. Ik ben ongeveer 7 jaar geleden voor het eerst in aanraking denk ik gekomen met het schilderen met bijenwas. En dat heeft mij zoveel gebracht en zoveel gedaan, dat ik echt dacht, hé, maar waarom wist ik dit niet? En waarom weet de rest van de wereld niet hoe mooi encaustic art is? Waarom heb ik dit nog nooit eerder gezien? Het had mij zo gepakt, dat ik eigenlijk vanaf toen avond aan avond ben gaan schilderen. Ik kon niet stoppen, ik heb overal informatie weggehaald en mezelf als het ware lesgegeven daarin. Daarin ben ik denk ik ook enorm gegroeid in een stukje persoonlijke ontwikkeling. Want ik geloof dat het schilderen ook een soort van spiegel van de ziel is. En dat je dus door schilderen jezelf ook meer kunt ontwikkelen. Schilderen met bijenwas is echt voor allerlei verschillende toepassingen. En vandaag gaan we een beetje creatief te werk. Gaan we een stukje abstract schilderen en een stukje fantasie schilderen. En misschien heb je al eerder kennis gemaakt met encaustic art. Misschien ken je het al, ken je de spulletjes. Dan hoop ik dat ik toch met deze workshop je weer iets nieuws mee kan geven, zodat je weer vooruit komt. Ben je nieuw, heb je het nog nooit eerder gedaan, dan kun je ook gewoon de cursus meevolgen, deze workshop meevolgen. We gaan straks beginnen met een stukje stap voor stap. Ga ik je even wat basistools leren. Ga ik je even wat basistools laten zien. En daarna gaan we dus ook echt een stap voor stap creatie maken in abstract. Dat ziet er ongeveer zo uit. Een beetje arty, een beetje speels. En we gaan nog meer abstract en creatief zijn, zoals hier. En we sluiten af vandaag met een fantasielandschap. En dat ziet er ongeveer zo uit. Ik ga je dus stap voor stap alles uitleggen. Je kunt met mij meedoen. En je kunt ook eerst gewoon gaan kijken, want je kunt de video weer terugkijken. Misschien gaat het allemaal net wat te snel. En wil je op een gegeven moment de video tijdelijk even stopzetten, dan kan dat natuurlijk straks ook na de workshop. Dus kijk even of je gelijk mee wilt doen. Of dat je stap voor stap misschien na die tijd het nog een keertje wilt afspelen, zodat je wat meer tijd en ruimte hebt om dan ook nog je werk verder uit te werken. Ik wil je natuurlijk zoveel mogelijk laten zien, dus vandaar dat ik best wel in een hoog tempo ook wel lekker doorga, zodat ik je zoveel mogelijk kan begeleiden en zoveel mogelijk informatie kan geven, zodat jij straks ook dat abstracte werk kan maken en dat jij straks ook dat fantasiewerk kan maken. Want dat fantasiewerk is best nog wel een beetje lastig, maar ik weet zeker, met de stap voor stap punten die ik aangeef, kom jij ook een heel eind. Genoeg gekletst, denk ik. Of heb ik eigenlijk nog meer te vertellen? Ja, ik heb nog meer te vertellen, maar laten we eerst maar eventjes beginnen met die basis, wat je nodig hebt. Straks vertel ik je heus nog meer. We zijn nog zeker 3 kwartier met elkaar verbonden. Dus ruimte om nog meer met jou te delen. Wat heb je nodig? Dat is eventjes belangrijk natuurlijk. Waar gaan we mee beginnen? Encaustic Art heeft een hele mooie startset. Daar gaan we vandaag mee werken. Dat is deze set. Hier zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt. Wat zit er dan allemaal in? Daar zit het ijzer in. De basis, het belangrijkste materiaal waar wij mee gaan werken. Want hierdoor gaan we de was verwarmen. Je hebt dus altijd een warmtebron nodig. Wij gebruiken het ijzer. Dan heb je nodig verschillende kleuren wasblokjes. Dit zijn de kleuren van de basisset. Er zit nog meer in, namelijk een instructieboekje. Dan heb je natuurlijk nodig papier. Hier ligt een A6 vel, daar gaan we vandaag mee werken. Je krijgt bij dat startset ook 30 keer A6 papier. En daar zit ook A5 in, 10 vellen. Die kun je natuurlijk ook door de midden snijden. Dan heb je dubbele vellen papier. Dat kan natuurlijk ook. Als laatste wat er ook nog in het startset
zit, is deze schraper. Hiermee kun je de was wegvegen, wegschrapen en kun je ook extra details toevoegen. Dat is wat we gaan gebruiken. Om te beginnen, wat belangrijk is, is natuurlijk de basis. Hoe leg je je werkgebied ook neer? Ik begin met een tafelzeil. Op de tafelzeil leg ik onder papier. Dit is een werkboek. Dit werkboek is een soort van schetsboek met papier. Dit is knoeipapier. Dit gaat vies worden. Zodra ik dus de bovenste vies heb gemaakt en ik wil een nieuwe schildering beginnen, dan haal ik het bovenste vel haal ik weg. En dan heb ik weer een nieuw vel papier. Je kunt ook gewoon kopieerpapier gebruiken. Of misschien heb je ergens nog restanten oud printenpapier of iets dergelijks. En dus kijk even welke ondergrond voor jou goed werkt. Wat ik je nog één ding die ik je ben vergeten te vertellen is het gebruik van tissues. Zorg dat je een doos tissues hebt. Die tissues gebruik je namelijk om het ijzer straks schoon te maken. Maar daar kun je ook hele leuke effecten mee maken. En ook dat gaan we toepassen in deze workshop. Dus laten we beginnen. We beginnen eventjes met het ijzer. Dit is het ijzer. Als je hem aangeleverd krijgt, is het handvat nog losgekoppeld. En is er omheen geschoven. Als je het weer opruimt, extra bescherming. Hartstikke handig. En klein om op te bergen. Maar je haalt dus het handvat van het ijzer. Hier zit een inkeping. Hier zit een soort van knopje. Daar gaat die inkeping achter klemmen. Je zet eerst de voorkant van het ijzertje neer. En dan hierachter zit een gleufje. Die trek je naar achteren. Een schuifje. Die trek je naar achteren. Klik. En het handvat zit veilig op zijn plaats. Dat is dus het ijzertje. Dit ijzertje is, zoals je al ziet, veel vaker gebruikt. Hier al een beetje vies, maar dat geeft niet. Hier aan de linkerkant, hier zit een inkeping. En die inkeping, die zorgt ervoor dat je de temperatuur in kunt stellen. Deze temperatuurschakelaar die draai je omhoog tot de stand low. Low is een prima temperatuur om mee te beginnen, om op te werken. Ga nooit helemaal naar hoog draaien, high. High is echt te warm, dan gaat de was te snel smelten. En dat is niet goed voor de structuur van je wasblokjes. Dus ergens rond de stand low is prima, wil de was niet echt gemakkelijk smelten. Zet je een tikkeltje omhoog, dat is oké. Maar low is dus prima om mee te beginnen. Goed, dan hebben we het ijzertje, de kaart. Stap voor stap voor de nieuwelingen ga ik dus een hele kleine basis heel snel eventjes aangeven om een paar techniekjes te leren. Daarbij gebruik ik even rood, geel en blauw. Dat zijn de primaire kleuren, zodat je ook gelijk even kunt zien wat dat dus dan ook doet. Rood, geel en blauw. Je draait het ijzer om en je kunt de was op het ijzer laten smelten. Ik doe dat meteen in banen. Meerdere kleuren. En deze kleuren mengen dus heel erg goed met elkaar. Rood en geel wordt oranje. Geel en blauw worden groen. Als jij je ijzer rechtop houdt, dan drupt de was er dus ook niet af. En kun je gewoon, heb je de ruimte, heb je de tijd om de was aan te brengen. En zodra je je ijzer hebt gevuld, draai je het ijzertje om. Zet je het op de kaart en trek je van de ene kant naar de andere kant over de kaart heen. En dan zie je ook dat eigenlijk met één lading was je een hele kaart kunt vullen. Dat hoeft heus niet perfect. Deze is heel mooi gelukt. Je kan altijd een extra keer eroverheen gaan om je kaart meer te vullen. En je ziet hier ook al een beetje dat het groen wordt. Hier zie je een beetje dat het oranje wordt. Dus die kleuren die mengen al samen. Dan gaan we natuurlijk die kleuren met elkaar mengen en kijken wat er ontstaat. Binnen Encaustic Art zijn er allerlei verschillende technieken. Daar ga ik heel snel even stap voor stap
doorheen, zodat je een beetje een basis krijgt. Dit wordt dus een basiskaart. Zorg ervoor, als jij de was aanbrengt, dat je niet te hard duwt. Als je te hard duwt, dan druk je, ik laat het je zien, dan druk je als het ware de was van de kaart. Dat wil je dus niet. Je wilt dat de was op de kaart blijft. Niet hard duwen is nergens voor nodig. Als je je ijzer neerzet en je tilt het ijzer op, dan krijg je dat typische vorm van het ijzer, maar ook die adervormen, die zijn zo prachtig. En je ziet dat die kleuren steeds meer met elkaar mengen. Wil je nou dat je die contouren van het ijzer niet goed ziet? Ik maak het ijzer even schoon, dat kan op je werkpapier. Dat kan ook als je een tissue, dat is wel handig hoor, om een stukje tissue of een keukenrol, maar net wat je hebt, om die eventjes alvast hier neer te leggen, dan kun je ook je ijzer even schoonmaken met het tissue. Als je nou niet die contouren wilt zien, dan kun je dus ook het ijzer, de kaart tegen het ijzer aanduwen. Dan zie je dus die contouren van het ijzer veel minder. Wat kun je dan nog meer met het ijzertje? Je kan met het ijzertje golvende bewegingen maken door de ijzer op de kaart te zetten, heen en weer te bewegen. Dan zie je ook dat die kleuren met elkaar gaan mengen. Of je kan heen en weer schuiven met het ijzertje. Door het ijzertje neer te zetten, heen en weer te schuiven, krijg je een heel ander effect. Het lijkt een soort van veren. Je kan ook de zijkant van het ijzer gebruiken. En caustic art is eigenlijk spelen met de was. Kijken wat er gebeurt, wat er ontstaat. En caustic is heel ontspannen. Elke keer dat je de was dus opnieuw smelt, ontstaat er weer wat anders. En je ziet dat ik de was al aanraak. De was die droogt heel erg snel. 10 tellen is de was droog. Je kunt altijd nieuwe kleur aanbrengen op de kaart. Deppen bijvoorbeeld. En zo zie je eigenlijk al dat er iets heel moois gaat ontstaan. Je kunt zelfs de punt van het ijzer gebruiken. Allemaal basistechnieken die je met de was kunt doen. En alleen het ijzer en het papier. Nog een keer deppen misschien. Ga je heel veel mengen, zou ik dat hier bijvoorbeeld doen, krijg je één kleur. Zie je dat? Dus beweeg je heel erg veel en meng je al die kleuren, zeker als je blauw, geel en rood maakt, zal het een soort van bruine kleur geven. Je kan was altijd wegvegen, warm maken, wees dan snel, dan kun je de was wegvegen en eventueel nieuwe kleur weer toevoegen of het zo laten, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar je zou hier bijvoorbeeld nieuwe kleur kunnen toevoegen. Deppen. En dan heb je een basis en caustic kaart. Verschillende technieken gebruikt. Dat is dus belangrijk om eerst eens te oefenen, het effect te ervaren van die verschillende mogelijkheden met het ijzer. Goed, dit laten we even achter ons. We gaan bezig met de volgende schildering. Het vel papier ga ik verschonen. Eventueel kun je het zelf ook dubbel vouwen en opnieuw gebruiken. Maar voor het filmen doe ik dat dus nu even niet. Hè? Dat je wel even een beetje een schone ondergrond hebt. Dat is makkelijker om te zien. Intussen is je kaart, als het goed is, opgedroogd. Dan kun je het gaan oppoetsen, polijsten met een tissue. Of als je thuis een pantykousje hebt, is dat eigenlijk nog zachter.
En kun je dat ook gebruiken? En doordat je het oppoetst, krijg je nog meer die glans, die kleurintensiteit wordt eigenlijk nog krachtiger. En dan is je kaart is klaar, op naar de volgende. Er zijn binnen Encaustic Art ontzettend veel mogelijkheden. Je hebt zoveel verschillende stijlen eigenlijk waarmee je kunt experimenteren. En het is maar net waar jij je prettig bij voelt, welke stijl eigenlijk bij jou past. En dat is wat je gaat ontdekken. Dat is iets wat je gaat uitzoeken voor jezelf. Werk je graag abstract? Of werk je liever intuïtief? Misschien vind je het leuk om landschappen te maken. Of hou je van fantasie? Of een combinatie juist van al die verschillende mogelijkheden, al die verschillende stijlen. Alles binnen Encaustic Art is mogelijk. Eigenlijk is Encaustic Art een oneindige kunstvorm. Laten we verder gaan met de volgende schildering. Daarvoor ga ik eerst het ijzertje nog extra goed schoonmaken. Dat doe ik door een tissue te pakken, een dikke dot te maken. Wees voorzichtig, want het ijzer is natuurlijk warm. De randen van het ijzertje schoonvegen. Op deze manier. En die was die verzamelt zich, zeker als je het ijzer rechtop zet, die was die verzamelt zich eigenlijk in die onderste gleuf. Dus zo af en toe ga je die onderste gleuf schoonmaken. Ik doe dat zelf door het ijzer rechtop te zetten. Een tissue netjes dubbel te vouwen. En die echt onder die gleuf door te trekken. En dan zie je ook hoeveel was daar eigenlijk, hoeveel donkere was daar nog onder vandaan komt. We willen nu gaan werken met een lichte kleur, dus we willen echt het ijzer heel erg goed schoon. Zeker als je donkere kleuren met donkere kleuren werkt, dan wil hier nog wel eens een waas van was opliggen. Die kun je weghalen met transparante was. Beetje transparante was, een schone tissue. En dan zie je eigenlijk dat er best nog wel een beetje viezigheid van het ijzer afkomt. Met het oog niet te zien. Maar nu dus, als je het van het tissue veegt met transparante was en tissue, dan zie je dat wel. Oké, het ijzer is goed schoon. We gaan op naar het volgende. We beginnen weer met een A6. En in de basisset heb je twee hele mooie pasteltintjes. Lichtroze, lichtblauw. Ik zal ze eens even in beeld leggen, hier zo. En laten we dat eens gaan doen met lichtroze. Past wel, lichtroze. Pasteltint is over het algemeen lastiger om mee te werken. Het is een dichte kleur. Kan je er heel veel over vertellen. Maar voor nu neem het maar eventjes van mij aan. En ik ga eigenlijk een basis aan mooie roze was aanbrengen. Je kunt hem helemaal vullen. Hij is bij mij nog niet helemaal gevuld. Je kan ook gewoon het gedeelte open laten. Zo vind ik hem eigenlijk wel mooi als basis. Om mee te beginnen. En wat we dan gaan doen is we gaan tissue, een oud stuk tissue gebruiken. En we gaan de tissue gebruiken als een soort van stempel. Tissue transfer heet het ook wel. Deze kaart leg ik eventjes aan de kant. We pakken een oud stuk tissue. Hoe viezer eigenlijk, hoe beter. En die ga ik verzadigen met kleurenwas. Mag voor mij best wel een beetje donker zijn dit keer.
donkere kleuren. Eens kijken, wat hebben we hier allemaal in? Je verzadigt dus die tissue met was. Ook die andere kant. Vol met was. Op een gegeven moment neemt die tissue eigenlijk geen was meer op. Dit is het stuk wat we gaan gebruiken. Het overtollige wat we niet gaan gebruiken scheur ik eraf. Dus alleen maar ballast. En ondertussen kan die was mooi even afkoelen. Dat is belangrijk. Zo. Dit stukje gaan we dus gebruiken. Dit stukje is droog. Beide kanten zijn verzadigd. Ik leg dit stukje op de kaart. En ik ga de zijkant van het ijzer gebruiken. En vrij stevig over die kaart heen duwen. Ik zet verschillende lijnen van boven naar beneden en ik duw het ijzer door dat tissue heen. Hoeft niet heel snel, want je moet ook de was eigenlijk de tijd geven om te smelten. Zo. Natuurlijk kun je tussendoor ook even spieken. Hoe ziet het eruit? Kijken of er al effecten ontstaan. Oh ja, zie je daar? Ja, dat is eigenlijk wat we willen bereiken. Misschien hier nog een paar. Lekker naar beneden trekken. Ja. Zet het ijzer dus niet vlak erop, maar gebruik echt die rand. Die rand van het ijzer om lijnen te zetten. Voorzichtig eraf halen. Haal het eraf als het nog warm is. Zo. Hebben we hier dus een basis aan lijnen. Ik hou ontzettend van weerspiegeling. Om die weerspiegeling te maken hebben we een horizon nodig. Pak je de zijkant van het ijzer. En trek je een lijn horizontaal over de kaart. En nu zie je dus eigenlijk ook een beetje die weerkaatsing, die weerspiegeling. Als de was nog warm is, kun je ook de was een beetje wegvegen. Je zou het heel basis zo kunnen laten. Maar je kan jezelf ook verder ontwikkelen. Je kunt dus de was ook gebruiken zonder een warmtebron. Dus je kunt kleuren met de was. Meestal maak ik even een beetje, de scherpe punt haal ik er eigenlijk een beetje van af. Zo. Dan kun je ook kleur op deze manier toevoegen. Dit wordt niet vaak gedaan in een kaustik, maar ik wil ook voor degenen die dit al vaker hebben gedaan, wat inspireren met andere ideeën. Eens even kijken welke kleuren hebben we nog meer. Dit is ook een heel mooie kleur, dat is rood-violet, ook van de basisset. Die geeft ook een prachtige kleur. En je blijft dus spelen met de was. Het is puur een spel. Blauw misschien nog, een beetje blauw. Experimenteren. Kijken wat je allemaal kunt maken. Wat zou het nog meer nodig hebben?
We kunnen het een beetje arty maken. Het ijzer is nog een beetje vies. Maak het even snel schoon met een tissue. Was toevoegen op het ijzertje en gebruik een kwast, elke kwast die je maar in huis hebt. Verwarm de kwast eventjes. En je kunt op deze manier heel leuk extra arty spetters toevoegen. Verschillende kleurtjes eventueel zou kunnen, hè? Een beetje roze misschien ook. Of houd het bij één kleur. Voeg een lichte kleur toe. Dat kan allemaal. Ik laat het hier eventjes bij. En zo. Maak hem gelijk even schoon. Wat kunnen we nog meer doen? We zouden een mooi kader kunnen gaan maken. Een kader met was. Een kader, een rand als het ware hier langs. Dan moet ik even nadenken. Als ik het ijzer zo neerzet, dan wordt deze kant dus gevuld. Ik hoef niet het hele ijzer te vullen. Dat is een beetje zonde van de was natuurlijk. Je zet het ijzer neer naar beneden. In één rechte lijn. Dan heb je een mooi kader. Ben je niet tevreden? Je kan altijd, je kunt ook de bovenkant een beetje pakken als lijn. Dan kun je het puntje van het ijzer rechter neerzetten, zie je wel. Ben je niet tevreden? Ga er net zo lang overheen totdat je dat wel bent. Zo, en het hoeft niet perfect, hè? Nog een mooie uitdaging voor degene die perfectionistisch zijn. Het is heel lastig om dit perfect te gaan doen. Dat moet je dus loslaten. Wat je kan doen, dit is het schrapertje waar ik het net over had. Daar kun je bijvoorbeeld leuke details maken. Dat schrapertje, dat zie je alleen maar op plekken waar de was donker is. Zou ik dat hier doen, heb je eigenlijk nauwelijks resultaat. Dus wil je effect zien? Doe het dan op de plaatsen waar donkere was is. Donkere was, hier zal je het niet zo goed zien, vooral hier niet. Maar op de plekken waar het donker is, daar ga je het zien. Misschien wil je zelfs nog wat lichte details ook hier toevoegen. En maak het zo creatief zoals jij dat eigenlijk wilt. Wat je zelfs nog zou kunnen doen, wat ook heel erg leuk is, is om een kader eromheen te zetten. Dan ga je het ijzeren, het ijzer veranderen in een hot plate op de kop. Je kunt elke kleur gebruiken die je wilt. Ik gebruik nu eventjes zilver. Dat is al een kleur die niet in die startset zit. Maar zilver, dan zie je het effect wel heel erg goed. Dan ga je dus die kaart door die was heen vegen. En dan zie je dus, als je het goed ziet, zie je het zo? Ja, denk het wel. Zie je dus dat er een mooi zilveren randje omheen komt. Beetje extra was nog aanbrengen. Dus ook met het ijzer heb je zoveel meer mogelijkheden. En dan is dit het eindresultaat. En dat kun je natuurlijk weer op een kaart plakken, zodat je een soort van passepartout krijgt. Goed, de volgende schildering. We blijven een beetje in de trant van wat we net hebben gedaan, maar dan gewoon net even iets anders. Kleurtjes. Soms zie je niet goed welke kleur wat is. Hier heb ik bijvoorbeeld zwart en donkerpaars. Dit is donkerpaars, dit is zwart. En zo kun je dus ook even checken welke kleur je eigenlijk hebt om mee te werken. Dus ik wil graag met paars werken, met een krachtige kleur. Ik vul het ijzer met de was, breng het aan in een baan van was, eventueel nog een keertje. En zo ontstaat er eigenlijk ook alweer van alles wat heel mooi is. Hè? Dus dat kun je ook gebruiken, maar dat is wat ik nou net niet wil doen. We gaan zigzaggen in een soort van bloem, een soort van explosie maken. Daarbij gebruik ik de rand van het ijzer en begin ik in het midden. Dit is best nog wel even tricky hoor.
En je ziet ook dat ik die kaart draai terwijl ik aan het werk ben. Zie je dat? En ik heb nu een eerste draaiing gemaakt en ik ga hem verder naar beneden draaien. Niet helemaal meer door, maar verder naar beneden, zodat je eigenlijk een heel driedimensionaal effect krijgt. Zie je dat? Hier misschien nog wat was. Eigenlijk heb je zo wel een prachtig effect en zou je het prima zo kunnen laten. Heb je al een heel mooi effect. Maar goed, we willen meer technieken, we willen meer dingen laten zien. Dus we gaan verder. Wat deden we net? We gingen net, die was, die droogt dus heel snel, zoals je hier ook ziet. We deden net, gingen we inkleuren. Dat kan hier ook heel goed. Dat kan hier heel goed, omdat er gedeeltes wit zijn. Dan is die was dus heel erg zichtbaar, zie je dat? Maar dan krijgt je kaart dus meteen een hele andere uitstraling. Gaat het te snel? Je kan deze les gewoon weer terugkijken. Ik ga namelijk wel lekker door. Zodat ik je zoveel mogelijk kan gaan vertellen. Ik snap hoor dat het tussendoor erg snel gaat als je mee wilt doen. Andere kleur nog een beetje? Een beetje roze misschien? Een beetje knallend? En ook hier zou je bijvoorbeeld kaders omheen kunnen maken. Of je zou zelfs, wat ook wel leuk is misschien, is met de punt van het ijzer een soort van vlammetjes te maken. Eens kijken of we dat zien. Dat is misschien niet de juiste kleur. Dan zie je het effect niet zo goed, zie ik. Zo. Dan maak je een soort van vlammetjes van de was. Zie je dat? Alleen met het puntje. Heen en weer. Oep. Zo. Effect is niet heel erg zichtbaar. Eens even kijken, hadden we nog ergens een andere kleur? Je zou dat bijvoorbeeld ook met wit kunnen doen. Of om het effect voor jou nu even te laten zien met zilver. Zilver is een hele krachtige kleur. Kijk, als ik het met zilver doe, dan zie je het al veel beter. Zie je dat? Dus dat kan ook. Je kan opnieuw het schraapje gaan gebruiken. Door was weer weg te schrapen. Dat zie je ook alleen op de donkere stukken. En je kunt natuurlijk een kader eromheen maken. Als je snel bent, kun je de was weer wegvegen. Ook aan de andere kant, bijvoorbeeld. En misschien kunnen we hier ook dat arty een beetje gaan doen. Geel. Als je dat combineert met een beetje wit. Geel is een doorzichtige kleur. Transparante kleur. Zodra je dat mengt met wit, wordt de gele kleur ondoorzichtig. Waardoor je dus meer effect gaat zien. Dat je de kleur dus duidelijker op het papier gaat zien. Wat zullen we nog meer doen? Misschien een beetje blauw. Lichtblauw. Mijn arty kunstwerk. Een explosie als het ware van licht of een bloem. Ons tweede kunstwerkje. En caustic art is echt iets voor iedereen. Voor alle doelgroepen.
Ik heb klanten, ouderen, die vanuit vroeger bijvoorbeeld altijd schilderden, maar door reumaklachten, door niet meer de motoriek te hebben, kunnen ze dat fijne schilderen niet meer. Zij stappen vaak over op het schilderen met bijenwas, omdat dat wel lukt. Dan heb je minder die fijne motoriek nodig. In verzorgingstehuizen met leuke activiteiten wordt het ook vaak gedaan. Als dagbesteding wordt het vaak gedaan. Met een stukje begeleiding van anderen natuurlijk. Je werkt natuurlijk wel met een warm ijzer. Maar het geeft wel heel veel rust. En je kunt je wel door een creatieve manier kun je jezelf uiten. En je kunt er altijd iets moois van maken. En dat is juist die kracht. Kinderen bijvoorbeeld, ook een hele mooie doelgroep. Kinderen, als je kind iets drukker is en bijvoorbeeld van een dagschool naar huis komt, dan zijn ze wel eens heel erg hyper. Laat ze maar even schilderen, want dan komen ze in hun kokonnetje. Het is voor jongens en meiden, ook jongens vinden dit heel erg leuk om te doen. En zij gaan dus met kleur werken en zij uiten zich door middel van creativiteit en er ontstaat dus iets. En dus zij gaan helemaal in hun eigen kokonnetje, in de rust en niks daaromheen is meer belangrijk. Een hele goede focus krijgen ze daardoor dus eigenlijk. Heel goed om je kind even in de rust te brengen. Of als je kind bijvoorbeeld niet zoveel zelfvertrouwen heeft. Dit wordt altijd mooi. Dit kan niet mislukken. Sommige kinderen vinden het moeilijk om zichzelf te uiten. Vinden het moeilijk om creatief bezig te zijn. Omdat ze vinden dat ze dit niet kunnen. Maar dit kunnen ze wel. Want dit ontstaat namelijk. Dan heb je nog de creatieve hobbyisten. Zo noem ik de groep. Dat zijn jullie vaak. Degene die kaartjes maken. Degene die bij je was combineren met mixed media. Je kan natuurlijk prachtige achtergronden maken van bijenwas en dat weer combineren met stempels en allerlei verschillende technieken. De doelgroep die ook bijenwas inzet zijn de intuïtieve mensen, de coaches, om het te gebruiken als therapeutisch hulpmiddel. Wat gebeurt er tijdens de schilderen? Komt er een stukje frustratie? Wat ontdek je in de schilderingen? Hoe voelt het voor jou? Welke kleuren gebruik je? Wat doet het met je? En dus het stukje coaching, therapeutische, creatieve coaching wordt het veel gebruikt. Maar ook spiritueel, via boodschappen bijvoorbeeld. De spirituele wereld die pakt de schilderingen op een hele andere manier weer. En daarnaast heb je natuurlijk de kunstenaars. Encaustic is in basis is encaustic een van de oudste schilderkunsten die er is. Dus vanuit het kunstenaarsoogpunt is het ook heel mooi om juist met die was te werken. Omdat dat ook een oerproduct is en het is een natuurproduct. En ook die groep mensen pakt dus bijenwas erbij, pakt de was erbij en verwerkt het allemaal op hun eigen manier. Dus encaustic is voor iedereen en iedereen pakt daar zijn eigen stukje uit. En dat is ook weer zo'n magisch iets van encaustic. Goed, genoeg daarover. We gaan bezig met fantasielandschappen. Ik heb inmiddels een schoon vel papier. Dit is best wel een stapje verder eigenlijk. Een stapje meer techniek. Maar als je stap voor stap met me meegaat, dan weet ik zeker dat je een heel eind komt. Je kunt allerlei verschillende kleuren gebruiken. Ik ga eventjes voor een combinatie met wat vrij donkere kleuren. Voor een beetje een duister fantasielandschap. Geel voor het licht. Ik wil ook wat zwart voor de lucht, voor het donkere gedeelte. Ik wil wat blauw gebruiken. Donkerblauw is dit. Laten we hier eens mee starten. Zie je de kleuren? Ja, je ziet de kleuren. En we gaan weer in banen werken. Is dat zo dat je altijd in banen moet werken? Nee, helemaal niet. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je kunt beginnen. Goed, ik kan je gewoon niet alles laten zien nu. Maar wil je meer weten? Kijk maar eens op internet. Er zijn heel veel gratis filmpjes.
En dan ga ik daaronder ook nog een beetje blauw. En misschien ook nog een klein beetje zwart. Eens kijken hoe dat gaat worden. Maar ik wil dus wel echt die baan van licht gebruiken. Zet ik hem om. Trek ik overheen. Ben je niet tevreden, wil je toch nog anders, kun je natuurlijk altijd opnieuw eroverheen. Maar ik vind eigenlijk die baan, die lichtbaan hier echt prachtig. Dus het zou zonde zijn om dat weg te halen nu. Maar je kan dus gewoon opnieuw vullen, je kan er opnieuw overheen. Dan pak ik de kaart op en ga ik een soort van voorgrond deppen. Ik merk dat hier veel donkere was zit. Zie je dat? Die was, om wat licht te krijgen, ga ik er wel eventjes afvegen. Zodat je wat meer die kleuren, die lichtere kleuren ook naar voren krijgt. Zie je dat? Zo. Je ziet, doordat ik de kaart dus dubbel vouw, je die contouren van het ijzer niet ziet. Zet ik hem neer, dan zie je dus die contouren van het ijzer. Ook prima, maar als je dat niet wilt, het is maar net wat je wilt, dan kun je het op deze manier doen. Zo. Dan wil ik graag hier in het licht een kasteel gaan maken. En hoe doen we dat? Ik ga de zijkant, de rand van het ijzer vullen. Met zwarte was dit keer. En die zet ik, ik gebruik dus de rand van het ijzer en die zet ik neer. Dan ga ik een lijn naar boven zetten. Dan ontstaat dit ongeveer. Je hoeft dit niet snel te doen. Geef die was ook de ruimte om naar beneden te gaan. En dan ga je van boven naar beneden. Hogere en lagere punten maken. Zoals hier. En je gaat misschien ook die andere kant op. Dus als ik hem eventjes vastpak, zodat je het qua beeld wat beter kunt zien. Dit is dus wat ik doe. Heen en weer schuiven. Ik zet hem dus niet vlak op de kaart, maar ik kantel de kaart. Dit is best nog wel even lastig hoor. Ik leg hem even weer neer, dat gaat toch prettiger natuurlijk. Zo. En dan kan ik natuurlijk ook die voorgrond weer pakken. En dan zie je ook dat eigenlijk dat kasteel dat verdwijnt in die voorgrond, een beetje naar de achtergrond. Wat kunnen we dan nog meer doen? Dat kasteel dat gaan we straks verder uitwerken. Misschien zouden we zelfs nog wat blauw in de voorgrond ook kunnen doen. Gewoon een beetje wat meer licht zo. Misschien zelfs nog een klein beetje geel. Heel licht deppen. Zo. We kunnen een boom maken. Als je een boom gaat maken, is het handig om je kaart om te draaien. En ik schuif. Zie je dat? Het wasblokje ligt hier. Je ziet het bijna niet. Even kijken. Hier. Daar ligt het wasblokje. Dan schuif je het ijzer er doorheen. En je vult dus eigenlijk deze rand weer met was. Zie je dat? En dan pak je vanuit daaruit kun je een boom maken. En die boom, omdat het hier zo licht is, is die boom ook zichtbaar. Verschillende takjes. En neem de tijd ook om dit te gaan doen. Hoeft niet snel. Zo. Het lijkt nu net of daar nog weer een hele baan van licht uit komt, hè? Prachtig. Oké, ik draai hem even weer om. Ik zou dit stuk natuurlijk een beetje nog weer kunnen mixen, zodat het weer in één geheel wordt. Nu zie je de contouren van het ijzer weer, zie je dat? Dan ga ik natuurlijk weer weghalen. Zo. Op die manier. Goed. Dan hebben we het schrapertje, want er is vast in deze fantasiewereld een volle maan.
ga die maan maken met het schrapertje. Ik kies ervoor om dat in het donkerste gedeelte te doen. Niet hier, maar hier. Dan wordt het contrast dus van die maan wordt eigenlijk het grootst. Zie je dat? Let op die waskruimels. Even met een tissue wegvegen. Kan alleen maar storend zijn. Met het schrabertje kunnen we ook bijvoorbeeld een weggetje maken. Een weggetje, je begint smal, je werkt naar voren toe steeds breder, dan krijg je ook die diepte. Dus was smal beginnen, naar voren toe, steeds breder maken. Even de was wegvegen, de kruimels wegvegen, zo. Je kunt de schaduw een beetje weergeven. Hier, als hier de maan schijnt, zal hier het lichtste gedeelte zijn. Dus je kan die boom een beetje licht geven aan die kant. Een beetje contour meegeven, dan wordt die boom er krachtiger van. Het is fantasie, dus het hoeft allemaal niet de werkelijkheid natuurlijk na te bootsen. Dat is het mooie ervan. En je kunt ook dat kasteel uitwerken. Ramen bijvoorbeeld maken. Misschien wel een deur. Of we kunnen hier misschien wel een mooie brug tussen maken. Het is maar net wat je natuurlijk ook tegenkomt in je creatie. En de torens. Hier schijnt het licht. Dus aan deze kant. Ga je het wat lichter maken. Het wat accentueren. Op die manier. Misschien loopt hier ook nog wel een weggetje. Dat kan, hè? Of is die maan, die kan misschien ook nog wel een beetje groter. Die mag wel aanwezig zijn. Vogeltjes kun je met het ijzertje maken. Ik laat je zien hoe. Poets deze alvast even op. Zorg ook weer dat je ijzertje goed schoon is. Dat is belangrijk voor als je vogeltjes wilt maken. Anders krijg je een ongewenste druk op je schilderingen. Dat wil je niet. Even kijken. Een drupje. Met de punt zet je een drup. Die drup ga je van de ene kant van een vleugel maken. Dan ga je weer terug naar het centrum. Dan maak je ook van die andere kant een vleugel. Dus je dept als het ware een stipje. Zorg ervoor dat dat stipje klein is. Ga liever twee keer een stipje maken. Als dat je een hele grote stip hebt. Of oefen bijvoorbeeld op een A6'je met alleen vogeltjes maken. Want dat is best nog wel lastig hoor. Het lijkt niet zo lastig. Sommigen gebruiken het ijzer ook zo. Hebben ze meer houvast. Pakken ze het ijzer zo vast. Het is maar net wat jouw voorkeur ook heeft daarin. En je kan natuurlijk ook vogeltjes maken met het schrapertje. Als je met het schrapertje werkt. In de donkere was. Is dat natuurlijk ook heel erg makkelijk. Dat kan dus ook. En dan kun je natuurlijk weer kaders bijvoorbeeld maken. Of hoe je dat dan ook maar wilt doen. Gebruik ik even weer een beetje hetzelfde. Hier zal je dat niet zo goed zien, want het contrast is daar niet meer. Zie je dat? Dus hier zal dat weinig effect hebben. Hier zal je het goed zien. Maar hoe verder je naar beneden gaat, dus heeft eigenlijk geen effect meer. Vind je dat niet mooi, kun je natuurlijk ook een ander kader maken, bijvoorbeeld het punt van het ijzer gebruiken. Dat is ook heel leuk om te doen hoor, punt van het ijzer. En misschien zelfs een beetje kleur toe te voegen. Er is zoveel mogelijk.
zou je bijvoorbeeld diamantjes kunnen maken. Zie je dat? Even wat extra kleur nog. Dan krijg je wat meer contrast. Dus elke keer dat je weer met je ijzertje ergens overheen gaat, krijg je dus weer een ander resultaat. Dat is het fantasielandschap. Wat leuk dat je erbij was. Dit was de laatste schildering van deze serie die ik met jou wilde delen. Ik hoop je daarmee geïnspireerd te hebben. Niet elke schildering was even makkelijk, dat moet ik toegeven. Maar ik wil je graag ook uitdagen om je schilderingen naar een hoger niveau te brengen. En om je ook te laten zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Er is heel veel informatie te vinden over schilderen met bijenwas, over encaustic aard, gratis op internet. Ik maak regelmatig YouTube filmpjes. Die kun je ook terugzien op mijn website www.schilderenmetbijenwas.nl. Dus daarmee kun je jezelf al heel goed onderwijzen en jezelf verder ontwikkelen. Wil je nou echt meer leren, dan heb ik samen met Michael Bossom uit Engeland verschillende online cursussen gemaakt. www.encaustichouse.com. Dan leer je nog veel meer verschillende technieken, stap voor stap, veel uitgebreider. Zie je ook veel meer vanuit verschillende camera standpunten. Nu filmde ik vooral van boven. Dan zie je dat vanuit verschillende hoeken. En kun je nog beter zien en kun je nog beter alle technieken volgen. Dus wil je jezelf verder ontwikkelen, is dat ontzettend leuk. Verder hoop ik gewoon dat je ontzettend geïnspireerd bent geraakt. Dat je absoluut ook wilt beginnen met deze fantastische, magische manier van schilderen. En misschien tot ziens.